liggen in Merksem. Ik zit voor ons, de Marlin is net leeg. Dus wij gaan naar de overkant. Het is hier niet diep genoeg om de kopschroef te gebruiken. Ik ga het schip met een swing overduwen. Dat wil zeggen dat we van de massa en de energie gebruik gaan maken. Dus ik duw het achterschip af. En dan geef ik zo meteen 60 graden stuurboordroer. Veel gas en krijg de kop. Een duw naar stuurboord toe. Alleen oppassen dat de kont niet tegen de kade aankomt. De piloot staat op handbediening, maar die vindt het toch allemaal heel spannend, dus die begint er nou te piepen. Maar dat negeren we eventjes. Je ziet de Marlin die voor ons gelost heeft achteruit varen. En je ziet ook dat de kop nu een mooie swing begint te krijgen. Goed naar de andere kant loopt. Je moet alleen heel erg op de kont letten. Dat de roeren niet tegen de kade aankomen. Dus ik geef heel veel schroefwater tussen de wal en het schip aan de achterkant. Als die energie één keer in het schip zit, ik eigenlijk het werk verder zelf laten doen. Dus nu zet ik het roer 60 graden naar bakboord. En dan ga ik langzaamaan zoveel gas geven dat hij precies mooi tegen de kade aandraait. Schip achterruimte ik bij deze paal alweer komen, bij die buis. Dus ik denk dat we op die volgende een steekend gaan zetten. Ja. Ik geloof er sterk in om zo min mogelijk geweld en kracht bij manoeuvres te gebruiken. Laat het schip het werk maar doen, alleen een beetje bijsturen. Ik zal ook zien dat we nu nauwelijks achteruit hoeven te draaien om stil te leggen. Afstanden doorgeeft tot voorschip is natuurlijk wel onmisbaar bij dit soort werk. Het wordt helemaal kort vast waar je erbij kan. We hebben het achterruim vast opengelegd, zodat ze meteen kunnen beginnen met lossen.
een klein beetje achter de ruimte, dan gaan we voor en dan achter. Ja? De wolken zijn wat donkerder dan dat je op het filmpje kunt zien. Dus we hebben het hele schip nog niet opengelegd. Dat gaan we nu wel doen. Zodat ze straks aan de voorkant kunnen beginnen. Dan houden het schip naar achter. Dan kunnen ze voor verder nog een hoop dingen doen. Een beetje ballast zetten. Dat als we leeg zijn, dat we een beetje ballast hebben. Dat de schroef onder water staat. Nog zo'n paar dingen. Marlin, contact de waterstokje van mij, ik zeg maar richting Vaneghem later.
gehaald. De pijp gaat er nu voorin. Het is het voorruim leeggemaakt. Dan midden en dan achter. Kom op naar voren. Ja, zit inderdaad toch maar voor en erbij. Ja, die dunne. Ze zuigen het schip dus met een soort grote stofzuiger leeg. En straks komt die Bobcat die daar rechts staat ook nog in het ruimte staan. Vegen ze alles naar de pijp toe. Althans, dat is allemaal die ene meneer die het doet. Het voorruim is nu zo ver leeg dat de Bobcat erin kan. En ik ga even wat randjes schoonmaken en zo met bezem. Dan hoeft dat niet als we leeg zijn, dan valt het gewoon in de lading. Dan wordt het tijdens het lossen vanzelf uitgehaald. Vroon, denk we zo even de luiken naar voren kunnen zetten. De twee luikenstapels liggen natuurlijk nu in de weg, in het midden. Dus die gaan we even naar het voorruim verplaatsen. Dus
zodat ze met die pijp in één keer door kunnen gaan straks.
Ja, nog wel gebruiken, denk ik. Ik denk dat hij dat net niet gaat halen. Dat is de laatste keer verhalen. Dus we gaan nu helemaal naar voren, zodat die pijp goed bij het achterruim kan. Slippen. Laat die allemaal gewoon slippen en dan die zien we daarna wel. Jij kan het hebben. Ja, is goed. Ja, is goed. Oké. Okay. Je het kleine bolletje als voorhand? Nee. Dat zijn wel bij het achterschip. Ah, okay. Oh ja, natuurlijk. Ja. Extra hard te maken, maar het sturen gaat met de kopschroef.
laten morgen schoonspuiten? Open laten morgen schoonmaken? Ja. Nou, morgen schoonmaken ben ik. Nee, oké, maar in ieder geval open laten liggen. Veel beleid mee omgaan.